Hoe word je een meester in spreken in het openbaar? In deze video ga ik je 5 tips meegeven over het creëren van meesterschap in het spreken in het openbaar. Mijn naam is Pim Jansen. Mijn missie in het leven is om zoveel mogelijk mensen te inspireren om meer uit hun leven te halen. En dat doe ik onder andere door sprekers te helpen zichzelf te ontpoppen om hun boodschap op een krachtigere manier naar buiten te brengen en daardoor andere mensen weer te inspireren. En in deze video wil ik het hebben met je over meesterschap, over spreken in het openbaar. En wat is nou meesterschap? Wanneer we denken aan meesterschap, dan zien we vaak de legendes voor ons. De mensen die het allerbeste zijn in datgene wat ze doen. En de afgelopen jaren heb ik veel van mijn tijd en energie gespendeerd aan het observeren en het bestuderen van mensen die levende legendes zijn. En aan het ontdekken van, wat zijn nou de modellen, wat zijn de patronen, wat zijn de gewoontes die zij hebben doorlopen, waardoor zij het succes of de vaardigheden op hebben gedaan die ze vandaag de dag hebben. En die heb ik samen gebundeld tot 5 tips die ik je in deze video mee wil geven. En mijn eerste tip is simpelweg oefening baart kunst. Je kunt zoveel sprekers bekijken als je wil die aan de top staan van wat ze doen, die duizenden mensen inspireren of miljoenen mensen inspireren overal ter wereld. En je komt erachter dat ze allemaal gigantisch veel ervaring hebben. Stuk voor stuk hebben ze duizenden en duizenden en duizenden presentaties gegeven. En ik kan ook uit eigen ervaring zeggen dat door constant maar weer opnieuw en opnieuw en opnieuw te presenteren, zelf heb ik de afgelopen 8 jaar van mijn leven ook inmiddels meer dan 700 presentaties gegeven, is dat je constant steeds meer op de details gaat letten. En dat je constant geforceerd wordt om na te denken over wat is nou de beste en meest krachtige manier om mijn boodschap naar buiten te brengen. Dus allereerst oefening baart kunst. Mijn tweede tip is wees coachable. En wat bedoel ik met wees coachable? Is heel vaak wanneer je voor het eerst start met het geven van presentaties, dan heb je voor jezelf in je hoofd een bepaald model gecreëerd of heb je een bepaalde gedachte gecreëerd van datgene waarvan jij gelooft dat het de beste uitvinding is sinds het gesneden brood. Alleen helaas is dat niet altijd ook zo voor je publiek. Je kunt zelf gigantisch enthousiast zijn over je boodschap. Alleen de kunst is om het zo over te brengen, zodat niet alleen jij het zelf begrijpt, maar dat je publiek het ook begrijpt. De enige manier om hier te komen is door regelmatig trainingen te volgen. Door regelmatig feedback te vragen. Door een coach in te schakelen die je kan helpen om je presentatie te verbeteren. Door met je publiek te sparren over wat de beste manier is om te presenteren. Uiteraard alleen al uit de vragen die in het publiek naar boven komen, krijg je al informatie waardoor je weet hoe je je boodschap nog sterker naar voren kan brengen. Alleen continu door open te staan om te leren en open te staan voor groei, dat is de manier om je boodschap voortdurend bij te schaven en er steeds meer achter te komen. Wat is nou de beste manier om dit te brengen? En wat is nou de beste manier om mensen te overtuigen van datgene waar ik zo gepassioneerd en zo enthousiast over ben? Mijn derde tip, als je het spreken in het openbaar wilt meesteren, is word een meester verhalenverteller. Wat je zal merken wanneer je de grote namen in de sprekerswereld bestudeert, is dat ze praktisch allemaal verhalen vertellen. Dat ze praktisch allemaal vertellen over hun eigen ervaringen, over hun eigen verleden, over lessen die ze zelf hebben geleerd, of lessen die ze van anderen hebben geleerd, of lessen die meer verpakt zijn in algemene verhalen of metaforen. Je zal in ieder geval terugzien dat de meest krachtige sprekers voortdurend verhalen vertellen. Omdat verhalen simpelweg krachtiger aankomen en meer impact maken op ons brein dan simpelweg feiten en informatie. Omdat door het vertellen van verhalen worden onze emoties getriggerd. Verhalen gaan al terug tot ver in de tijd dat we als mensen met een knots rondliepen en rond het kampvuur zaten en elkaar verhalen vertelden over de jacht. En dat was de tijd waarin onze overleving afhankelijk was van verhalen. Hoe gek het ook klinkt, als je werkelijk nadenkt over hoe de situatie 15.000 jaar geleden op de wereld was. Als we met z'n allen op beren en sabeltandtijgers aan het jagen waren. Dat was de tijd waarin we alleen, onze enige optie was om verhalen te vertellen. Er was geen televisie, er was geen Netflix, er waren geen boeken, er was geen YouTube,
Er was geen Facebook, er was alleen maar de optie om rond het kampvuur verhalen te vertellen. Dus de kracht en de impact van verhalen zit diep in ons systeem ingebakken. Mijn vierde tip en suggestie is: word een meester over je eigen stemming. Door middel van het kunnen beïnvloeden van je eigen stemming kun je jouw publiek veel makkelijker meekrijgen. Ja, want je zal merken als je regelmatig presentaties gaat geven en als je steeds meer die oefening erin krijgt, is dat je op een gegeven moment situaties krijgt waar je een presentatie te geven hebt terwijl je maar 2 uur geslapen hebt. Of waar je een presentatie te geven hebt waar je knallende hoofdpijn hebt. En de kunst is dan om, ondanks het feit dat je je misschien niet optimaal voelt, om toch de meester te zijn over je eigen stemming, om toch ervoor te zorgen dat je jezelf helemaal goed voelt en toch die presentatie zo sterk mogelijk te geven. En 2 maanden geleden voelde ik mezelf, of het was een maand geleden ongeveer, voelde ik mezelf ook behoorlijk misselijk. Het was een warme dag, net zoals vandaag toevallig. En op die dag had ik onderweg naar een training die ik zou geven, had ik een smoothie gedronken die door de hitte al bedorven was. Dus die niet meer helemaal goed was. En terwijl ik aankwam bij die training, voelde ik me misselijk, begon het allemaal te borrelen. En 2 uur lang heb ik vol gas een presentatie staan geven, keihard mijn best gedaan, terwijl ik eigenlijk op de achtergrond voelde dat ik ziek was. Toen op een gegeven moment stelde een deelnemer een vraag en toen merkte ik ineens, er begon iets te borrelen en ik voelde in 1 keer, oké, nu kan ik het echt niet meer houden. Toen ben ik snel weggesprint naar de wc, toen moest alles er in 1 keer uitkomen en daarna eventjes tot rust gekomen. En 5 minuten later stond ik weer op het podium, deed ik alsof er niks aan de hand was. Ik maakte gewoon even een grapje erover. Ik zei, nou, er moet eventjes iets uit. En vervolgens ging ik weer in alle overgaven door. Omdat ik weet dat de enige manier om effectief een impact te maken en de enige manier om echt krachtige presentaties te geven en daar een meester in te worden, is door de meester te worden over je eigen stemming. En mijn 5e suggestie om meesterschap over spreken in het openbaar te bereiken is: modelleer succesvolle mensen. Ik heb het met je gehad over die legendes in de sprekerswereld, die mensen die duizenden, soms miljoenen mensen inspireren. En een van de dingen die ik zelf als eerste leerde toen ik zo'n 6, 7 jaar geleden een training volgde over spreken in het openbaar, was het modelleren van succesvolle mensen. En de oefening die we op een gegeven moment tijdens die training deden, was om een presentatie te bekijken en vervolgens die presentatie woord voor woord en gebaar voor gebaar en met ieder oogcontact zo goed mogelijk na te doen. En mijn presentatie was van John F. Kennedy, de speech van We Will Go to the Moon. En wat ik merkte terwijl ik John F. Kennedy zo goed mogelijk nadeed tijdens zijn speech over de missie om naar de maan te gaan, was dat terwijl ik helemaal mezelf inleefde in John F. Kennedy, dat ik plotseling ook begon te voelen wat zijn overtuiging was, hoeveel energie hij op dat moment had, hoe sterk hij erin geloofde. En dat is de kracht dat wanneer je mensen modelleert, dat je jezelf kunt verplaatsen in hun schoenen en kunt denken en de wereld kunt ervaren vanuit hun ogen. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat je dat per se voor je eigen presentaties vervolgens mee wil nemen. Hè, want er zit wel een copyright op zulk soort intellectueel eigendom. Alleen puur om voor jezelf mee te oefenen. Puur om jezelf te conditioneren en te trainen om effectievere presentaties te geven. Kan het gigantisch krachtig zijn om een aantal van de beste presentaties ter wereld. Zoals bijvoorbeeld van John F. Kennedy of van Martin Luther King. Of welke presentatie jou dan ook enorm aanspreekt, om die te modelleren en om die voortdurend gebaar voor gebaar, oogcontact, bewegingen, micro-expressies in het gezicht, om zo'n presentatie zo goed mogelijk na te doen, zodat je uiteindelijk die boodschap op een effectieve manier kan overdragen. Goed, dat waren de 5 tips voor in deze video. Ik wens jou heel veel succes met jouw carrière als spreker en met het verbeteren van jouw vaardigheden als spreker. En we spreken elkaar weer in een andere video.